Met je dieet moet je continu keuzes maken. Hè? Wat is nou een goed broodje waar niet te veel zout in zit? Frikandel of een kroketje of een kaassoufflé? Waar zit minder natrium of kalium of fosfaat in? Hele lastige keuzes. Nou, voor mij is het best wel een groot probleem, want ja, je moet overal op letten. Het zout, het kalium. Ik ben van nature een Bourgondier, dus alles wat ik tegenkom vind ik eigenlijk toch nog wel lekker. Ja, dan heb je daar jezelf weer een beetje mee, hè. Het probleem waar we tegenaan liepen als diëtist is dat patiënten ontzettend veel dieetinformatie te verwerken krijgen. Dan denk ik wel eens bij mezelf, ja, is het wel goed voor een dialysepatiënt om dit voorgeschoteld te krijgen? Er is al van alles, hè. Er is een heel mooi boek, Eten met Plezier. We gebruiken zoutvaatjes en een digitale poli voor onze nierpatiënten in het CWZ, waar ze iedere week alle informatie kunnen vinden over een dieet. Maar ik miste iets. Ik miste dat mensen er zelf mee aan de slag gaan. Ik ben bezig met een spelletje wat ik van mijn diëtist gekregen heb. Ja, ik moet zeggen, het is heel erg leuk. Louise Witteman, een diëtist van buiten het ziekenhuis, en ik, wij hebben een game bedacht, Beter Weten, Beter Eten, waarmee patiënten hun kennis kunnen toetsen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in een voeding bij nierziekte, dat kan ook de buurvrouw zijn, hè, of de partner, of de mantelzorger, of de kinderen. Hutekees en runderrookt vlees, wat denkt u? Ik denk de hutekees. U bent er goed. Het leuke daarvan is dat er een spelelement in zit. Dat het me toch een beetje een inzicht geeft wat ik wel of niet moet gebruiken als dialysepatiënt. Oh, God. Ik ben eigenlijk kok van beroep geweest. Ik denk, nou, dan loop ik wel even zomaar erheen, hè, want ik zal wel geen fouten maken. Maar toch, ik maak behoorlijk veel fouten. En dat geeft mij dus een beter inzicht over de producten die ik tot me neem. De informatie die ze moeten weten over voeding is ontzettend veel en heel divers. We hebben nu alleen maar dingen op tekst staan. En op deze manier kunnen ze ook gewoon spelende wijze achter de meer informatie komen. En ik denk dat ze daar gewoon veel aan hebben. Ziek zijn is al vervelend genoeg. En dit leek ons een leuke manier om het allemaal wat makkelijker te maken. Wat wij gezien hebben bij de mensen bij wie we dit uitgetest hebben, is dat hun bloedwaarden ook beter werden. Mensen maakten toch andere keuzes. En kaliumwaardes werden ineens mooier. Ja, dan ben ik al heel erg tevreden natuurlijk, hè, als het daarbij kan helpen. Dus we zitten op de goede weg. Ja.